het delen van de meting. Je kunt je meting van het paard delen door middel van een rapport. Voordat je dat kan gaan doen, moet je eerst zeker ervan zijn dat je bent verbonden met het internet. Vervolgens druk je op het deel-icoontje en kun je de naam van de cliënt en de locatie, Groningen, toevoegen. Nu gaat het systeem een rapport genereren om te versturen. Om het gegenereerde rapport te kunnen versturen, moet je een e-mailaccount hebben gekoppeld aan de tablet. In dit geval heb ik Gmail gekoppeld. Je kunt nu je rapport versturen en het rapport wordt verstuurd door middel van een link.